Studeren met een functiebeperking. Niet makkelijk als je journalist wil worden en al helemaal niet als je last hebt van dyslexie. Het is functiebeperking nummer 1 op de hogescholen in Nederland. Maar liefst 7% van de studenten met een functiebeperking heeft dyslexie. Andere problemen zijn chronische vermoeidheid, migraine, een beperking van de concentratie en long- en ademhalingsproblemen. De studenten kregen een half uur extra tijd op de tentamens. Maar dat zou verleden tijd moeten zijn als het aan hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam Hans van der Maas ligt. Hij vergelijkt dyslectische studenten met luie studenten en vindt zelfs dat studenten met onbehandelbare aandoeningen niet op het hbo thuis horen. Kamervrouw Charlotte heeft zelf dyslexie. Zij kreeg ook een half uur extra tijd. Maar wat zou er gebeuren als Windesheim de mening van Hans van der Maas deelt en het half uur extra tijd afschaft? Dan krijg ik mijn toetsen niet af. Dat is in eerste instantie ook de reden waarom ik, een dyslexieverklaring heb gekregen. En het was bij mij niet zo dat ik het niveau niet bezit. Omdat ik heb bijvoorbeeld op de middelbare school heb ik Engels, Frans, Duits, Nederlands gedaan. En ja, Frans en Duits, dat is toch best een lastige taal voor een dyslect, zou je zeggen. Maar ik heb er altijd gewoon keihard voor geknokt. En ergens heb ik wel gevoel voor taal, maar het komt wat langzamer binnen. En daarom heb ik ook die extra tijd nodig. Wat doet Windesheim eigenlijk? Dat vragen we aan decaan Magda Lokhorst. Nou, doorsnee genomen, als je naar de route kijkt, studenten binnenkomen, kunnen ze dat melden in Studielink. Dan krijgen ze vanuit het decanaat een aantal formulieren toegestuurd. En daarin kunnen ze aangeven, als ze dyslectisch zijn, dat ze bijvoorbeeld standaardvoorzieningen willen. En dat betekent veelal een pasje extra tijd. En dat is 30 minuten eigenlijk voor alle toetsen die je hebt. En daarnaast, binnen de hogeschool, zijn we zo langzamerhand overgestapt op het lettertype ADL 12. Omdat dat voor de meeste studenten een goed leesbare lettergrootte is. Leuk hoor, al die onderzoekjes, maar we nemen zelf de proef op de som. Charlotte moet een persbericht ombuigen naar een nieuwsbericht. En om te kijken hoe lang ze daarover doet, zetten we een stopwatch in. Nu is er een meneer uit Amsterdam, een hoogleraar, en die meneer zegt van nou, eigenlijk al die extra tijd voor al die studenten met dyslexie, dikke onzin. Ja, dat klopt. Er zullen meer mensen zijn die dat zeggen. Ik weet dat ze bij de Universiteit van Amsterdam ook helemaal geen rekening houden met studenten met dyslexie. Geen extra tijd, geen andere voorzieningen. Zo van, nou, jij wilt op dit niveau functioneren en meedoen. Dat betekent dat je een stapje harder moet lopen. Dat is een beetje de instelling die daar is. Dat hoor ik die hoogleraar feitelijk ook zeggen. Ja, weet je, deze hoogleraar heeft een mening. Daarnaast zijn er weer tig anderen die een andere mening hebben. Er zijn hele grote dyslexiecongressen waar gekeken wordt hoe je het anders zou kunnen ondersteunen. Ik denk dat wat het belangrijkste is om die hulpmiddelen te bieden waar de studenten baat bij hebben. En als dat betekent extra tijd, waardoor je het gevoel hebt even wat meer in rust het tentamen af te kunnen maken, is dat voor mij voldoende. Er zijn sommige studenten die het niet nodig hebben. Die zijn de dyslecten die niet veel moeite hebben met lezen. Maar ik vind dat het wel handig is om studenten een beetje meer tijd te geven. Nou, inmiddels ben je al even bezig. Hoeveel ben je inmiddels? Ik ben bijna klaar. Nou, eerst het puntje op de i zetten en dan denk ik dat ik het hier maar mee moet doen. Waar loop je nu op toe met tegenaan? Nou, dat er toch nog wat dingen missen. Wel essentiële kleine dingetjes, dus die moeten er nog even in. Ja. Ik denk dat we hem hebben. Ja? Ja. En je eindtijd is 28 minuten en 24 seconden. Oké, we zijn eerlijk. Charlotte is al student op Windesheim. Maar hoe kom je binnen op de opleiding journalistiek als je dyslectisch bent? Ik ga altijd, als een student zeg maar binnenkomt en heeft een zwaar vorm van dyslexie, dan gaan we altijd een intakegesprek doen. Zodra de student binnen de opleiding is, dan is het mijn verantwoordelijkheid om ze helpen voor de rest van zijn schoolcarrière. Onder moedersvleugels. Dat kun je ook zeggen.